Het Apostelhuis is een soort sleutelstuk in het oeuvre van Jan Schoonhoven. Hij begint zijn carrière met het maken van figuratieve kunst. En in 1953 raakt hij in een depressie. Hij begint dan andersoortige dingen te maken. Hij maakt geen kunst meer, maar hij bouwt ridderkastelen voor zijn zoontje. Daardoor doet hij ervaring op met nieuwe materialen. En blijkbaar inspireert hem dat zo dat hij ook voor zichzelf objecten gaat maken, waaronder deze gotische kathedraal. Doordat hij ervaring opdoet met die materialen, kan hij een stap verder maken ook in zijn ontwikkeling als kunstenaar. Want vrij kort daarna, in 1956, maakt hij dan voor het eerst een relief. Met die witte reliefs wordt hij wereldberoemd. Dus in die zin is dit object te beschouwen als een soort sleutelstuk in het oeuvre van Jan Schoonhoven.